Hoi allemaal! Ik heb vandaag weer eens een eerste indruk video voor jullie. En dat is echt al heel lang geleden. Je kunt het misschien wel aan mijn gezicht zien, maar het wordt foundation. En niet zomaar een foundation, maar de Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation. En dat is deze foundation. Ik heb daar een tijdje geleden een proefmondje van gehad en die vond ik echt super fijn. De reviews verschillen nogal van fantastisch tot moi. Ik had zoiets bij dat toen ik de eerste keer dat testje gebruikte, dacht ik echt wauw. Dus dat was alleen een ander kleurnummer. Ik heb hier kleur nummer 20. Ik had van het testetje kleur nummer 30 en die was op zich toen wel goed. Maar dat was in de zomer en ik had zoiets, ik heb liever dat die wat te licht is. En dat ik hem zeg maar met wat drops of some bijvoorbeeld van de Body Shop kan aanlengen. Of weet je wel, een beetje bronzer of zo toevoegt dan dat hij te donker is en dat je hem heel vaak niet op kan. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik heb wel mijn wenkbrauw gedaan en mascara, want ik ben al even buiten geweest. Daarom ben ik ook een beetje een rood hoofd, want het is vrij koud buiten. Maar vandaag ga ik hem met jullie testen. Mijn achtergrond is niet super romantisch vandaag, maar weet je, dit is gewoon het beste licht. Want hier heb ik gewoon echt vol groot licht van voren. Dat is toch wel met het testen van een foundation toch wel vrij essentieel. Voor wie nieuw is op mijn kanaal, welkom. Ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. Super leuk dat je er bent. En laten we maar gewoon gaan beginnen. Dit is hem. Hij ziet er echt heel mooi uit. À la Chanel. Het is mijn tweede Chanel foundation. Ik moest even nadenken. Mijn tweede. De eerste, dat is de Chanel Vitalumière Aqua. Die heb ik al heel lang. Nu deze. Dit zit in een hele mooie matte, mat glazen potje. Ik vind het glas een beetje eng en ik haat mat glas. Ik krijg er echt de rillingen van. Maar het ziet er wel prachtig uit. En wat ik fijn vind is dat er wel gewoon een pompje zit. Want soms heb je van die foundations en dan zit er geen pompje bij. En dat vind ik echt vrij irritant. Het liefst breng ik foundation aan met mijn handen. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb wel een kwast hier liggen voor het geval dat ik toch denk, nou dat gaan we ook nog proberen. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Dit is dus mijn huid zonder iets. Een beetje sproetjes, weinig onzuiverheden, alleen een beetje hier. En ik heb altijd wel donkere kringen, maar ik moet zeggen dat het nu meevalt. Dus ja, ik heb een beetje een twijfel over de ondertoon altijd. Want ik gebruik eigenlijk altijd met een roze ondertoon. En deze heeft een iets wat gelere ondertoon, maar niet te geel denk ik voor mij. Want dat wordt soms een beetje, te geel wordt voor mij heel grauw. Dit is hem. Dit is één pompje. Nou. Ik gebruik het spiegeltje als, of de, het camera-schermpje als spiegeltje. Het is echt de typische Chanel geur. Dus als je niet van geparfumeerde producten houdt, dan is het misschien niet voor jou. Maar ik vind het wel heel lekker ja, luxe zeg maar ruiken. Nou, ik moet wel iets meer dan één pompje hebben. Zo zonde dat dan meteen een beetje viezig wordt. Maar zo te zien is de kleur een goede match. Zich brengt met de handen prima aan. Maar ik ga nog een beetje voor, met de kwast doen voor de show. Om te kijken hoe dat werkt. En dit is de Real Technique Sculpting Brush. Maar die vind ik heel fijn om gewoon deze mee aan te brengen. Het is een medium dekking. Niet super dekkend, maar ook niet heel licht. En ik denk dat die zeker voor mensen met een vette huid super fijn is. Ik heb een vrij droge huid, zeker in de winter. Wat maakt, zeg maar, deze foundation is vrij droog van zichzelf. Dus als je een vettere huid hebt, denk ik dat dit heel fijn is. Hij brengt heel makkelijk aan, blendt fijn, voelt zacht aan.
Nou, de kleur is echt gewoon heel goed voor mijn huid. Nou, je ziet wel het verschil. Het oogt gewoon wat rustiger. Het oogt healthy glow is. Daar verwacht je misschien heel veel glans van. Maar dat wist ik al dat het niet zo zou zijn. Het is gewoon een hele mooie, zeg maar, glow van binnenuit. En dit is dus nog zonder concealer. Je ziet hier nog wel wat roodheid doorheen komen. Dus het is niet. En ook mijn sproetjes en zo zie je er gewoon nog doorheen. Dus het is niet. Nou, het is niet een super dekkende foundation dat je echt niks meer ziet. Maar je ziet wel dat het veel rustiger oog, de roodheid is weg. Ja, ik vind het heel fijn. Mijn grootste punt tot nu toe is dus, hij is wel vrij droog. Dus voor de echt, zeker voor de zeer droge huid zou ik hem echt afraden. En voor de droge huid, ja, dat heb ik ook, kan dus wel. Maar echt goede voedende crème van tevoren. Want anders dan wordt het denk ik wel een beetje schilferig. Dus ik ben ook heel benieuwd. Want dat zie ik dus vooral op mijn voorhoofd. En dat is op dit moment het droogste gedeelte. Maar normaal is dat hij nog meer mijn wangen. Maar daar zie ik het helemaal niet. Maar bij mijn voorhoofd zie ik hier bij het randje. Van nou, daar had ik dus meer dagcreme op moeten smeren. Dus dat is wel een belangrijke om te onthouden. En ja, voor gemengde huid en zo, volgens mij is dat helemaal prima. Ik ga wat concealer aanbrengen. Dit is de Estée Lauder concealer. De Double Wear Stay in Place. En dat doe ik dan ook maar meteen met de kast als we er dan toch zitten. Ik vind het effect wel heel mooi. Ik probeer het nu ondertussen nog een beetje. Het is echt een soort. Ja, ik weet, je ziet een glow, maar je ziet hem niet. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet of het op de camera een beetje overkomt. Als ik zo in het schermpje kijk, dan denk ik van wel. Ja. Dan wat concealer onder mijn ogen. Dit is de Bourjois Radiance Reveal Concealer. Klein beetje ook in de hoekjes. En als ik het zo voel, denk ik dat die misschien heel fijn is om aan te brengen met de Beauty Blender. Ik denk dat dat misschien de beste keuze is. Nog beter dan handen of kwast. Ik hoef deze ook zeker niet af te poederen. Want hij voelt gewoon ook. Het voelt ook gewoon als steady. Ik gebruik normaal graag van die dewy foundation. En daar voel je nog wel eens een beetje het gevoel van, nou, dit is vrij slippery. Rekke haartjes. Slippery gebeuren en dat glijdt zo over mijn gezicht af, zeg maar. Dat heb ik hier helemaal niet bij. Nou, ik ga dus niet afpoederen. Maar ik ga wel een beetje bronzer aanbrengen. En ik ga ook gewoon kijken hoe deze foundation zich houdt. De bronzer die ik gebruik is de L'Oreal Glam Bronze. En die breng ik aan met mijn Essence Kabuki. En dan nog een beetje blush. En ik gebruik de Max Factor Creme Puff Blush in 05 Lovely Pink. Deze trouwens. En ik ga nog wel proberen terug te komen. Het is nu 8:00 ochtends. En ik moet even nadenken, want het wordt natuurlijk wel vroeg donker. Dus ik weet niet of jullie het dan nog kunnen zien. Maar ik kan natuurlijk sowieso vertellen hoe die blijft zitten. Maar of jullie het echt goed nog kunnen zien, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Een beetje wenkbrauwgel. En ik heb mijn fixing spray niet hier liggen. Maar ik doe straks de Ethos fixing spray er nog overheen. Dus dit is nu het resultaat voor nu. Ja, ik ben wel heel tevreden. So far, so good. Het is echt heel mooi en fris uitzien. Dus ik kom straks bij jullie terug. Het is inmiddels al heel wat uurtjes later. Het is nu volgens mij rond 4:00. Dus het zit er al enige tijd op. De foundation. Ik heb inmiddels mijn haar los en zo. En goed. Maar ik dacht, nu is het nog licht, dus nu ga ik filmen. Ik zit inmiddels wel op een andere plek. En dat is puur omdat Niels op de andere kamer slaapt. Dus zo simpel kan het ook soms zijn. Dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb net al even in de spiegel gekeken, ook bij, zeg maar echt voor het raam, om goed te kunnen zien. Maar het ziet er eigenlijk nog hartstikke goed uit. Het ziet er nou, niet echt anders uit dan toen ik het erop smeerde.
Wat ik zei, ik heb een vrij droge huid, dus daar kan het ook aan liggen dat het gewoon... maar zo voelt het ook meteen. Het voelt wel heel prettig verder aan. Natuurlijk iets wat aan de droge kant, maar niet te droog. Zeg maar niet dat ik het gevoel van ik wil nu crème opsmeren of zo, maar wel gewoon... ja, een soort... Ik weet niet, zacht droog. Nou, ik zal het nog even van dichtbij laten zien. Ik zie alleen dat het hier is het gewoon... zie je gewoon iets meer de onzuiverheden er doorheen. Maar verder... ziet er nog steeds glowy uit. Ik heb ook alleen blush op, geen highlighter. Ja, alleen deze is er een beetje doorheen gekomen. Maar that's it eigenlijk. Dus ja, mijn eindconclusie van mijn eerste indruk van de Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation. Hij heeft trouwens factor 25, had ik nog helemaal niet gezegd. Is goed. Ik ben er blij mee. Ik denk niet dat het de beste foundation is voor mensen met een droge huid. En zeker dan niet in de winter. Maar voor mensen met een vettere huid of een gemengde huid... denk ik dat die all year round goed is. Voor mij is dit ook de perfecte kleur. Ik vind hem heel natuurlijk staan. En het is niet mijn standaard echt roze ondertoon. Maar hij is ook niet heel geel. Dus ik vind dat heel fijn. Vrij neutraal in mijn beleving. Maar neutraal... ja. Ja. Wat mij betreft een redelijk neutrale ondertoon. Ja, ik ben er eigenlijk wel over te spreken. Ik wil hem gewoon een keer gaan aanbrengen met een beauty blender. Want ik denk dat dat het ultieme effect geeft. Mijn kwast is voor mij wel heel erg een droge kant, zeg maar. Dan doe ik het liever met mijn vingers. Nou ja, wat ik zei dus. Ik heb het al 100 keer gezegd, maar vooral dat voor de droog zou ik niet. Want ik zie dat gewoon bij mezelf hier een klein beetje. Maar ik denk als ik dat beter insmeer met dagcreme van tevoren. Of een serum of iets dan. Denk ik dat het geen probleem is. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ik vind het gewoon heel mooi, natuurlijk, fris. Effect heeft echt inderdaad een beetje een healthy glow. En niet, er zit echt helemaal niet een glans of iets. Maar het is gewoon een soort stralen van binnenuit. Ik vind het echt een heel mooi effect. Ik ben er super blij mee. Dus ja, dit was mijn review. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ben je nou benieuwd naar meer video's van mij... dan zou ik het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Door de bal met mijn hoofd erop te klikken. En een duimpje omhoog doen als je deze review leuk vond. En laat vooral ook weten als je nog ander soort filmpjes wilt zien. Ik dacht ik doe weer eens een eerste indruk. Maar zo januari, februari is altijd een beetje komkommertijd qua nieuwe producten. Omdat het natuurlijk de kerst en zo is geweest. En ook qua inspiratie. Dus weet je, als je leuke tips hebt... wat je zou willen zien, laat het vooral eventjes weten. En ik wens je een hele fijne dag en ik zie jullie snel. Doeg!